komt eerst. Die Lien die net zo prachtig gitaar speelt, die komt een prachtig nummer zingen met de band. En net ging jij zo ontzettend mooi aankondigen waar het nummer over ging. Weet je wat met dit nummer ook? Nou ja, het is een vrij breed onderwerp, denk ik. Maar ik vind dat het gaat over hoe de wereld nu een beetje in elkaar gaat zitten. En ja, luister naar de tekst en misschien stop je het in je eigen manier. Dat is ontzettend goed gezegd, want dat is het natuurlijk wel. Het blijft altijd Engels. Maar het is een prachtig nummer van Paolo Nutini. Wat gaat over respect en wat er gebeurt in de wereld. Iron Sky. Thank you.
tekst gehoord? Heb je zo je best gedaan? Ja, zo jammer. Ik voelde hem absoluut. Ik voelde hem absoluut. Het is echt een heel erg mooi nummer. Ik vond het een prachtig, prachtig zong. Echt indrukwekkend. Ja, ik vond het ook heel erg indrukwekkend van de band trouwens. Ja, zeker weten. Ja, die speelde geweldig. Nou, man, wat heb jij een bol gegeven? En een tandje hoger, want ik heb je nog nooit zo hoog horen zingen. Nee, ik leef meestal een beetje safe, maar ja. Op het podium gebeurt er iets anders, hè? Ja, dan kom je van. Ik kan hoger en het lukt. Ja, maar bij jou lukt het? Ik denk dat namelijk ook wel eens, het lukt niet. Maar jij kan het echt, hè? Ik vind het hartstikke goed. Mag ik een enorm applaus voor?